han är inte fjärta I den Pacaltsdorp. Tänk Greta, hur onthou jy vir Pacaltsdorp? Toe ek nou die eerste keer Pacaltsdorp toe gekom het, was het saam met 'n groep wat van die universiteit gekom het om geld in te samel vir die universiteit van Stellenbosch, wat hulle genoem het die Langenhovensaal. En toe moes ek oorblij by my vriendin en sy was enigeerike wat in Pacaltsdorp groot geword het. Net aan die kant waar die polisiestasie nou is. En daar ontmoet ek toe haar broer. Maar ongelukkig moes ek daarna al die kuierwerk doen. Want hy kon nie afkom Kaap toe nie. En goed bevriend met oom John Anderson en sy moeder. En sy pa was toe al oorlede. En ons, ek moes bijvoorbeeld meermale Pacaltsdorp kom na die kerk toe. Want destijds het ons ons pos hier gekry. Dus een van my vroegste herinneringe wat altyd by my bybly is Pacaltsdorp se klipkerk. En ek het meermale het ek daar in die toring opgeklim, bo oor die muurtjie of weet nie wat hulle dit noem nie, daar ja, dis 'n tipe van muurtjie bo op gestaan en kyk oor die hele area van Georg. Van Mosselbaai, die berge en die see en alles kon mens sien van die kerkse toren. Ek gesels met Tannie Fredrika Karelse. Tannie Fredrika is 93 jaar oud en sy vertel vir ons van haar vroegste ervaringe en herinneringe van Pacaltsdorp. Tannie Fredrika, hoe was die kerklike lewe in Pacaltsdorp gewees destyds? Ek het hier kerk gegaan. Sonderskool gaan en kerk gaan. En mag nie niks praat nie. Hy moet net daar kyk. Net stil word. Hy laat gaan. Hy slaat hulle so met die lat toe jy kan jy praat. Oké. Was het lekker om in Pacaltsdorp te bly? Ek het nie hier groot geword. Oké. Het was lekker gewees. En die mense het osse karre gehad. Oké. En hulle het meeste in die skape te laat gehad en hulle het die meeste in tuine gewerk. Oké, dis die type werk wat hulle gedoen het. Ja, en as hulle door die dorp toe gaan, dan gaat hulle met die ossekar door toe. En hulle het mandjies wat hulle die grocery inzit. Hoe het mense kleren gekry in Pacaltsdorp? Oe, dit word self gemaak? Ja, self gemaak. En mag hy, dit moet mouwe het, en dit moet... So ek sou nie reg gewees het vir Pacaltsdorpse mense, my bewoner. Tannie Lia, wat kan jy onthou van Pacaltsdorp? Hoe was Pacaltsdorp door jaar? Een lieflike dorp, wat eens gesind het, allemaal het hy in kerk toe gekom. En ons was respect teen jou, een teen oor die ander ene. Ons het mooi geleef en ons het die vrouwe net so hard as die manne gewerk. Ons het in die lande gewerk, is ons gaan milies oes en na daar drie vrouwe gegaan, ons milies gebrek. Die manne van aan die werk het gekom en die beeste ingespan en die daar die milies kom aan. En toe was Pacaltsdorp maar een klein dorp. En hoeveel kinders het Tannie Lea? 13. Soveel kinders, Tannie Lea? Ek gesels met Tannie Rebecca Tweeks. Is dit daar? Tannie Rebecca is 87 jaar oud. En Tannie Rebecca gaan vir ons bykie vertel van een vroegste ervaring van Pacaltsdorp. Tannie Rebecca, wat kan iemand over van Pacaltsdorp? Hoe was Pacaltsdorp gewees destijds? Toen ek in Pacaltsdorp kom, eerste wil ek sê waar my ouwers geblei het, by geel hoogte. Ek weet nie wie kan daar plek. Kerry, daar waar die trein draai. Daar het plaasje gesit, daar het my ouwers geblei. Daar gaan ek en my broer Roemse school toe, toe is ek 10 jaar. Roemse school toe in die ochend. Nou loop ons, nou loop die beeste in die veld. Nou moet op ons die beeste sy mis na, laat ons sy voete op een wagen kom uit. Vir die beest mis, ja. Wat is die type culturele goed het julle gedoen? Wat nou? Cultureel.
Wat is dit? Misschien een dansie hier, een gesangerij. Ja, sommer net bokjole by een daaijs en by daaijs. Ja, het was bokjole tyd altyd. Oké, Tannie van my is 74 jaar oud en sy bly al heel haar hele lewe lang in Pacaltsdorp. Tannie Frederike, waar is u gebore? Hier in Pacaltsdorp. Was het by hospitaal? Was het by die huis? Nee, nie daar die jare. En die groot vrou, die voet vrou ons by die huis die babers kon vang. Hoe was Pacaltsdorp gewees destyds? Baie herring. Ek het my skooljare hier by Pacaltsdorp se laerskool. Dis die PPS soos ons? Nee, dis die PPS nie. Dit is daar waar die crash nou is. Oké, waar Akkerkie is? Ja, en waar die klipkerk staan. Daar het ons school gegaan. Hoeveel mense kan dit? Wat is een waterfiskaal? Een waterfiskaal is iemand, die persoon, wat die water uit die groot opvangdam pomp na een kleiner bakkie wat gebou is, nee. Okay. En dan kom die Pacaltsdorpers en dan kep hulle as hy bak vol is of half vol is. So, die persoon sorg dat water in die bakkie kom? Ja, daar die persoon sorg dat daar water in die bak kom om vir die mense te is hulle kom water. Ek gesels met tannie Christina Max, almal sê sommer van tannie Chrissy en sy is al 93 jaar oud. Tannie Chrissy, wat is van u goed wat u kan onthou van Pacaltsdorp? Hoe onthou u Pacaltsdorp? Ek onthou net dat ek is gebore in Pacaltsdorp. My pa was die eerste voorsitter van die Village Management Board van Pacaltsdorp gewees. En so het ons nou aangegaan met ons lewe en hy het ons voorgegaan in die kerk en allerlei dinge. En vir ons alles gegee wat goed is. En ons het hier geblei op die sandkop. Ek ken die sandkop, ja. Ja, waar alles, waar die mense die sand gegrawe het om huise mee te bou. En dit was nou ons speelplek op bedags gewees. Die Guiding Stars, vertel ons bietjie van die Guiding Stars. Hier die Guiding Stars was gestig gewees. En hulle toe aan die competities en goede, het hulle al deurgeneem. Van die, hulle was in die Kaap gewees, en in die Parel, Worcester, en Robertson, allerlei plekke, Mosselbaai. Alles plekke wat hulle gaan deelneem met, en hulle het baie bekers verover. Van dit. Ons gebore 1922, 9 februari, hier in Pacaltsdorp, in die huis. In diezelfde huis? In diezelfde huis, nou. Wat ek kon gaan onthou het, my pa. Is een man wat op die kerkraad was. En hy het een groot bybel gehad het. En hy sit daar. En hy kom hier by die dieren. En wil hy nie die wereld hoor. Moet op die toon met die uitkom. Ja. En hy moet daar gaan waar hy moet wees. Want hy wil my laat steer daar. As hy met sy bybel bezig is. So hy was streng? Hy was streng, jy moet hy, as hy ons al so na die donker rondsoek, jy moet hy ding in die graal bring. So was my pa gewees. En wat het die meisiekinders gedoen? As die seens nou vir die vee gewerk het? Die meisiekinders, my pa het elke een met een kapper gehad, een kapper. Wat is een kapper, oom? Een kapper is die ding wat hy meer is. In die grondkap. Okay. Schoffel moet om. Okay. Ons grootkappers. Hulle moet schoffel, as hulle in die school is gehad, moet hulle die kappers gebruik, hulle moet gewoon schoffel in die land. Daar is die tijd voor rondlopen. Okay. Ja. En as die meisiekinders nou kerels hebt, dan wat maak jy, wat het die jong mense nou naweke gedoen, in Sands? Ja, my een, sister van mij had een kerel gehad. Maar mijn pa, kan ik zeggen, haar iedere keer liet geslaan. Met Osrin. Zo, ja, maar mijn pa had haar niet doodgeslaan.
My pa was baie streng. En as daar nou feestvieringe is, oom, soos troue of so doop by die kerk, daar goed, wat het dan hier in Pacaltsdorp gebeur? Oh, dan my pa het perre gehad in een kar. En dan rij my pa die trouwmense met die kar. Die breid en die breidegom. Met die breidegom. En dan nog twee perre achter met die kar. Kerk toe. Ja. En dan daar vanaf weer huis toe. En als je dan bij de huis komt, dan gaat die plezier aan. Dat is het Makiti. Oeh. Vertel ons een beetje van. Maar het was bij je plezier aan daar en daar zijn die mensen niet dronken. Zoals vandaag dronken. Mensen hebben die liefde van de Heere gehad. En dat was net plezier aan hem geëet. Ik wil ook aan vragen wat ze kost het geëet. Vlees. Beestvlees. Varkvlees. En wie het geslag? Mijn pa was een slachter. Ik had ook later. In mijn jaren. Zelfs met oom Solly Rode. Hij is nu 83 jaar oud. Oom Solly, is hij een boerling van Pacaltsdorp? Ja, nee, ik is een boerling. En Stien het ons nog gevangen, mans. En Stien Simon het ons nog gevangen. Ja. Als babiekies nou, is hij die vroedvrouw? Dat is Stien Simon. Oké. Okay. So, waar het u omtrent in Pacaltsdorp gebleven? Die onder die kloof. So. Die kloof? Die kloof, ja. Wat sê hulle vandag vir die kloof? Kloof nie is, morgen kloof het ons. Kloofstraat. Kloofstraat. Ok, so hy is nog Kloofstraat. Kloofstraat. Wat kan u nog die beste onthou van Pacaltsdorp daar jare toe u kind was? Oeh, mama, ons het ons alles vertel ons van julle. Maar ons het maar baie pak gekregen, ons my eie koper laat gaan plik het. Ek is ook al by Anderson geweest, maar toe het hy nou afsterf, toe het my klein nie gekom. Als my klein. Is dit die sendeling? Ja, maar een hoof geweest. Okay. Nou, hy, Anderson was die hoof, hy was die postmeester, was op die raad gediend, village management board. Hy was als jou pa. Oh, meneer, John Brown Anderson. Hij man was kwijt geweest, dus hij was die predikant en hij was velkernet en hij was hoof, hij was dokter, enige ding. Postmeester. Je kan maar aan hem te komen gaan als je ziek is, want hij is die dokters geweest. He. Als je daar komt, dan geef je net een beetje een wit medicijnen. Maar ik zei, je hebt ook geen medicijnen gedrongen en je gevonden. De school was ons. En die ochtend, Susan Meijer, die Susan Meijer was een kwijt juffrouw. Ze is liever slaan oor je hebt. En ik zei, mijn maat zei, je wie aan mij slaan? Dat zal ze zien. Kort, en zij laat mijn maat kom. Toen kreeg ik een pak aan voor alle kinders. Ja, daar is Susan Meijer wel losgegeven. Maar zij is nooit dood, zij is in Australië dood. Ja, waar zo moet een club gegooid aan die vrouw, man. Een groot club, ik wil niet de club optellen. Ja, nee, ze was kwijt. Oei. Hij was al eens gegeven. Ik wil voor ze vertellen van die sport van die jaren. Ik heb veel greens gespeeld. Nou, die tijd met ons even geld gespeeld. Al wat ons kreeg is dat nu halftime, zoals we zeggen, halftime. Dan krijgen we ons één lamoen of een halve lamoen. En dat is wat ons krijgt. Verder niks. Niet geld of niks. Maar aan de oom had hij gebleed. Om nou wel Isaac Bos. Hij had altijd gezegd, hij had zo gepraat. Als ze is echt een speel. En we zijn afkomelijk betalen. Leeft die oom nog om te zien dat er een spelers wat betaald wordt? Nee, hij is dood. Hij is dood. Hij is lang koud. Hij is zo baie vooruit gegaan. Oom? Jij was liever die meisjes, joh. Nee, maar zij is als je met mijn onderwijzer is. Nee, maar waar, hij was liever die meisjes. Ik was een domme oom. Nee, die juffrouw gepakt. Maar die andere ding is dat. Nee, gedomme dat die ogen zegt voor die juffrouw. Oké. Hij is altijd dood. Hoor die man, zei twee vrouwen. Ja, twee vrouwen. Die laatste vrouw dit,
15 jaar geleden. Ik weet het. Hij weet het. Maar hij is te belachen geweest. Er het baie gereen, 8 dagen aan elkaar. Er het gereen. En toen begonnen onze peren, mijn pa's peren, ze beginnen te zwel. En mijn pa toen voor een perd, wat hij de liefste voor was, heeft hij hangmat gemaakt. Maar die hangmat heeft hij gehelpen. Hij heeft daarom gezegd, bij de Simon, om gaat zij met kom, om die perd doodschiet. En daar ook aan de eerste maag in, had mijn pa.